Hoi, ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik leer zelfstandig ondernemers zoals coaches, trainers en adviseurs hoe ze met hun eigen iPhone video's en foto's maken waarmee ze online beter zichtbaar worden en gemakkelijker klanten krijgen. In een eerder artikel heb ik je al laten zien hoe je Periscope installeert op je iPhone en heb ik een aantal handige tips gegeven om meer uit Periscope te halen. In deze video deel ik de uitkomsten van mijn microfoontest met je, zodat je kunt zien en horen wat het verschil is als je een extra stereo microfoon gebruikt als je een Periscope uitzending gaat maken. Ik test de Mickey microfoon, ik test de Arwick Mic Cast microfoon, de Arwick Mic Field en de IQ7. Als eerste test ik de Blue Mickey Digital microfoon die €139 kost. De microfoon voelt erg solide aan door het gewicht en de behuizing. En een leuke optie is dat je hem in 7 standen kunt zetten. En er zitten 3 geluidsniveaus op. Laten we eens luisteren naar het geluid. En ik test wederom de Blue Mickey microfoon. En die staat nu op de middelste switch. Ik sta weer op dezelfde afstand van mijn iPhone. En ik test nu de Blue Mickey microfoon. Als tweede test ik de Arwick Mic Cast die €29 kost. Het is het kleinste model van alle microfoons. En er zitten 2 niveaus op. Low en high. Anders dan de andere microfoons stop je deze microfoon in je hoofdtelefoonaansluiting. Zoals net ook sta ik weer op dezelfde afstand van mijn iPhone, ongeveer een meter afstand. En ik test nu de Arwick Mic Cast. Dan de Arwick Mic Field, de grotere broer van de Cast. Deze kost €88. De microfoon is een stuk groter en hij is 90 graden kantelbaar. Wat handig is dat je je oordopjes erbij kunt gebruiken om te luisteren naar je geluidsopname. Maar dat heeft de Arwick Mic Cast ook. Wederom vanaf dezelfde afstand op mijn iPhone test ik nu de Arwick Mic Field. Als laatste de IQ7 microfoon die €119 kost. De microfoon is licht van gewicht en erg compact. En het mooie van deze microfoon is dat je hem verschillende kanten op kunt kantelen. Er zit een volumeregeling op, net als een koptelefoonaansluiting. En handig ledlichtjes om te zien of het geluidsniveau klopt. Oké, ik sta nu op dezelfde afstand als daarnet en ik test nu de IQ7.